Morgen. Mijn naam is Lia van Loo van het Buitenlab. Ik help leidinggevenden en teams om meer met zichzelf in de natuur, hun eigen natuur weer te ontdekken en daardoor effectiever en creatiever te zijn. Ik coach regelmatig mensen en teams en dan krijg ik wel eens de vraag, Lia, we zijn nu met een nieuw project bezig en het voelt niet goed. Hebben we wel de juiste keus gemaakt? Moeten we wel zo doorgaan? Waarom zijn we nou niet zo gelukkig? Het gaat moeizaam. Dan gebruik ik heel vaak het verhaal van de krab. En dat helpt hen vaak om te snappen wat er precies aan de hand is. En het verhaal van de krab, dat gaat als zo. Een krab wordt geboren met een exoskelet. Dat is een skelet aan de buitenkant, dus niet zoals bij ons aan de binnenzijde. En die krab, die wordt dus geboren als een mini-krabje met zijn skeletje. En hij begint te groeien. En op een gegeven moment groeit hij letterlijk tegen de grenzen van zijn skelet. En wat doet dat krabje dan? Dat gooit hij af. En dat skelet eronder, dat heeft natuurlijk een beetje onder dat grote skelet, of he, dat oude skelet gezeten, dat is in het begin nog wat zacht en wat kwetsbaar. En dus is die krab ook zacht en kwetsbaar. Dat voelt een beetje naakt en niet fijn. Nou, wat doet die krab dan? Die zoekt dan een rustig plekje waar hij even lekker kan schuilen. Soms moet hij zelfs een beetje honger lijden omdat hij er niet op uit durft, omdat hij anders opgevreten wordt door een paar grotere beesten. En dan wacht hij tot zijn skelet uitgehard is. Dat duurt een tijdje en daarna kan hij verder. En dat is precies hetzelfde wat er ook bij in teams gebeurt of met leiders als je een nieuwe vaardigheid hebt. Je hebt iets nieuws gedaan, het voelt nog wat onwennig, het voelt niet fijn. Maar dat kan ook nog niet, want je nieuwe vaardigheid is nog niet uitgehard. Het is nog niet 100% van jezelf. Je hebt nog niet de juiste plek. Dat skelet, dat nieuwe skeletje is nog wat flexibel, moet nog even zijn vaste vorm krijgen. Tot het moment dat het zijn vaste vorm krijgt en dan kun je de volgende stap maken, kun je doorgroeien. Tot het moment dat skelet weer vastloopt. Enzovoort, enzovoort. En zo kan een krabje van 2 centimeter doorgroeien tot een krab van 2 meter. Of 50 centimeter, soms wel een meter. 2 meter is wel een beetje overdreven. Maar bij mensen zie ik soms wat anders gebeuren. Want wat ik heel veel leidinggevenden en teams zie, is dat mensen op het moment dat ze in hun oude skeletje zitten en eigenlijk tegen de grens aan zitten te lopen, dat ze zeggen, ja, ik voel me niet lekker, het gaat niet goed. En dat ze in feite dat ongemakkelijke gevoel een beetje verdoven door veel te gaan drinken, veel te gaan sporten, afleiding in social media, pilletje bij de dokter zoeken. In plaats van dat ze het oude skelet afwerpen en een nieuwe stap gaan maken, blijven ze hangen in het skelet. Ja, en je groeit wel door, dus dat skelet dat gaat wel steeds meer knellen, dat wordt wel steeds lastiger. Daarom is het zo belangrijk om regelmatig je oude skelet, je oude overtuigingen, je oude systemen, je oude projecten, om die eens af te werpen. En te kijken van, is het geen tijd om daar project 2.0 van te maken, systeem 2.0 van te maken. En ja, dat is spannend. Hè? Dat is dus letterlijk je blootgeven. Letterlijk kun je dan dus ten prooi vallen aan meningen van anderen. Kun je ten prooi vallen aan mensen die groter zijn als jij. Dat kan. En daarom is het belangrijk dat je dan even een plekje zoekt of een stukje steun zoekt om die eerste kwetsbare periode goed door te komen. Nou, daar help ik teams en leidinggevenden graag bij. Maar dat is de les van de krab. En hiermee heb ik al heel veel mensen die in een ontwikkel of in een transitie zaten kunnen helpen, waardoor ze het beter snapten en waardoor ze door konden gaan op de weg die ze waren ingeslagen. En op een gegeven moment hadden ze iets van, ja, nu is het uitgehad, nu is het oké, nu kan ik verder. Nou, daar help ik jou ook graag mee, of jouw team. Dus heb je daar vragen over, neem dan eens contact op via mijn website hetbuitenlab.nl. Via het contactformulier of stuur even een pb'tje. Wil je nog meer weten? Want ik blog regelmatig over allerlei zaken vanuit de natuur om leidinggevenden en teams een stukje verder te helpen. Je kunt je ook abonneren op mijn blog, het Buitenlab Easin. Daar hoop ik je wat meer mee te inspireren. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot ziens en groeien ze!